Ik wil heel graag Melle en Jonathan het woord geven over de inzichten die data science en machine learning kunnen opleveren en wat we daar ook mee kunnen. De potentie die dat heeft. Ik ben benieuwd. Yes, dankjewel voor de inleiding. Nou, Jonathan en ik hebben ons... Hallo, ja, we zien onszelf ook. Echt fantastisch dit. We hebben ons hiermee bezig gehouden. Moet ik even hierop drukken natuurlijk. Ja, nou, het idee is als volgt. We hebben vooral gekeken van, we zijn natuurlijk bezig om te kijken of we prognoses kunnen maken van de afvoer van het afvalwatergebied. En wij hebben eigenlijk gekeken van in hoeverre kunnen nieuwe technieken zoals data science, machine learning, kunnen die ons daarbij helpen? En wat levert dat dan op? Nou, hoe hebben we dat gedaan? Ik zal straks nog heel kort iets vertellen over processtappen die we doorlopen zijn. Maar uiteindelijk zijn we eigenlijk tot twee dingen gekomen. Eén is van hoe goed zijn kerngetallen en overige databronnen in staat om het afvalwaterdebiet te voorspellen. Met de volgende gedachte. We hebben natuurlijk, er worden al allerlei prognoses gedaan. Denk aan... bijvoorbeeld voor inwoners worden al prognoses gedaan door CBS. Voor woningen worden al prognoses gedaan. Dus ons idee was eigenlijk van hoe vet zou het zijn als we op basis van historische data in staat zijn om met dat soort getallen het afvalwaterdebiet kunnen voorspellen of kunnen inschatten. Want als we dat namelijk gewoon vrij goed kunnen, dan kunnen we die prognosegetallen van bijvoorbeeld inwoners van CBS, ja, die kunnen we dan gebruiken, die stoppen we daarin. En dan weten we ook voor de toekomst hoeveel er op ons afkomt. Dus daar hebben we naar gekeken. En eigenlijk een soort van bijvangst, maar dat is dat tweede punt, die bleek eigenlijk ook wel heel interessant. Om te kijken van, omdat we natuurlijk alle rioolgemaar, of ja, alle zuiveringen van heel Nederland hebben beschouwd, is het ook heel interessant om te kijken van wat zijn nou die verschillen. Dus, en hoe verhouden die verschillende zuiveringen zich tot elkaar? En dan is het vervolgens natuurlijk interessant om te gaan kijken wat zijn dan die verschillen. Maar goed, dus Jonathan zal er straks inhoudelijk meer over vertellen. Ik wilde deze eigenlijk ook even laten zien. Deze heb ik weer eens even onder het stof vandaan getrokken. Ja, ik vind dit zelf wel een hele sprekende mooie matrix. We gebruiken hem veel binnen Datalab bijvoorbeeld ook bij ons. Om... eigenlijk op basis van, wordt veel gebruikt voor innovatieve projecten. Om die uiteindelijk te kunnen prioriteren. Dus je moet dan denken aan dat je een heel portfolio, we noemen dat dan een backlog, hebt met allerlei wilde ideeën. En dan moet je dan een keuze gaan maken van, ja, waar ga je dan mee bezighouden? En daar is deze matrix heel geschikt voor. Want je kan op basis van een aantal vragen kun je die ideeën in zo'n matrix plotten. En dan zie je de effort zie je staan op de x-as. Nou, dat is natuurlijk de tijd, capaciteit die we erin moeten steken om zo'n project te laten slagen. En op de y-as zien we de impact. Dus wat is dan de toegevoegde waarde uiteindelijk van zo'n project? Als je dan projecten op die manier gaat in die matrix gaat plotten, dan zie je al vrij snel van oké, wat zit rechts onderin? Dus wat kost heel veel tijd, moeite
om dat te doen. En ja, is die impact is eigenlijk helemaal niet zo groot. Ja, dus dat zijn de dingen. Nou, daar kun je je beter niet mee bezighouden. En dan heb je linksbovenin bijvoorbeeld de quick wins. Ja, dus door relatief weinig tijd, capaciteit, kun je toch veel impact bereiken. Nou, wij zijn natuurlijk, waren eigenlijk wel van mening dat met dit project dat we daar zaten. Nou, daar mogen jullie straks zelf naar je mening over geven of dat het geval is. Maar ik vind het wel interessant om ook... we gaan hier denk ik best vaak snel aan voorbij, zeg maar. En je kan je ook bijvoorbeeld... het triggerde mij ook om deze eens bij te pakken, omdat ik zie dat... voor die afvalwaterprognose, waterschappen doen het op veel verschillende manieren natuurlijk. De een die heeft er misschien, die heeft er soms een hele FTE of meer voor over. Terwijl de ander doet het, die besteedt er veel minder tijd aan. En de vraag is dan, hoe nauwkeurig wil je uiteindelijk, moet dat resultaat zijn? En ook... Hoe meer rechts je gaat zitten, neemt je impact ook toe. Ga je dan ook daadwerkelijk andere beslissingen nemen. Dus wat ik eigenlijk jullie even vragen, van wat is jullie inschatting of hoe nauwkeurig moet uiteindelijk, moeten we dat... He, want we hebben het natuurlijk over prognoses. Dus dat zijn in feite natuurlijk gewoon voorspellingen in de toekomst. Hoe nauwkeurig moeten die zijn? Willen we daarop gaan acteren? Dus misschien kan iemand daar wat over zeggen. Heb je daarvoor al een maatlat die je wil meegeven? Of is het een open vraag? Nou, een open vraag. Maar misschien in eerste instantie een open vraag. Kan ik daarna wel wat dingen toevoegen? Hoe nauwkeurig moet het zijn? Wie wil reageren? Daar wil ik wel op reageren. Ik zie gemalen en zuivering zie ik als een middel. Een middel om de waterkwaliteit te beschermen. En daarmee is dus de meetlat van, werkt de zuivering wel voldoende en word je niet overbelast? Dus moeten we best wel nauwkeurig meten. En je kunt zuivering ga je ook instellen op bepaalde bedrijfsnormen, om te zeggen van om de knoppen. Dus die zuivering is voor mij een punt dat je zegt, die moet goed kunnen, bedrijfsmatig goed kunnen uitvoeren. Ja, en dan is de vraag, wat is goed? Dus we hebben het natuurlijk over voorspelling in de toekomst. Dus dan misschien toch die maatlat meegeven. We hebben het over voorspelling, hè? Dus we willen bijvoorbeeld over 10 jaar weten hoeveel er op ons afkomt. Mag dat, wat vinden we dan? Mogen we daar 50% naast zitten? Of moeten we toch al wat nauwkeuriger zijn? 50% of meer. Zet het ook in de chat tegelijkertijd. Dan krijgen we zo de analyse van Kees. Mark Lamers. Doet het zo? Ja. Ik vind het wel een leuke vraag. Eigenlijk een vraag waar we mee hadden moeten beginnen. Maar ik denk onderbuikgevoel 10-20% kunnen we ernaast zitten. Maar dat is ook afhankelijk van hoe ver we in de tijd kijken. En hoe verder weg je gaat voorspellen. En 100% nauwkeurigheid is een illusie. Want je hebt het gewoon niet in de hand. Want je weet het niet. Er kan een heel groot bedrijf zich vestigen. En dan is alles totaal anders. Dus hoeveel effort willen we erin steken om een bepaalde nauwkeurigheid te behalen? Ja, dat is een afweging. Ja, dus je zegt, nou, als we 20% afwijking in de tijd, nou, dat zal heel mooi zijn. 10-20%. Liever 10, ja. Bert Valsma. Ja, dat heeft denk ik ook met die investeringsbeslissingen te maken. Als je transportsysteem aan zijn capaciteit zit, en dat is ook echt zijn capaciteit, niet iets op papier, maar netjes gemeten en onderbouwd, dan wil je dit veel beter weten. Want als je daarmee een investering 5 jaar uit kan stellen, dan heb je een mooie slag geslagen. Ja, precies.
Ik denk dat je het inderdaad in combinatie met risico moet bekijken. Van wat is het risico als wij zoveel procent ernaast zitten? Wat voor gevolg heeft dat? Van consequentie? Twee handjes online. Ga je gang. Mark. Kijk, dit raakt ook aan de werkgroep onzekerheden natuurlijk. Het hoeft. Zeker. Het hoeft, wat mij betreft, want wat je al zei, die onzekerheid is er gewoon. Het belangrijke is dat je een inschatting kan maken van hoe onzeker zijn de getallen. Want dan kan je er je hebt een richtlijn nodig, je hebt een verwachting nodig. Maar het gaat er volgens mij om juist de onzekerheid in beeld te krijgen op een of andere manier. Waardoor je dus er een gevoel bij krijgt van hoe onzeker zijn ze en hoe ver zouden ze af kunnen wijken. Maar je hebt een richtlijn nodig. En dus in die zin, als je 30 jaar vooruit kijkt en je hebt een onzekerheid van 100%, dan heb je 100% onzekerheid. Maar dan heb je wel een richtlijn waarvan je denkt waar het naartoe gaat. Ja, alleen de grap is nu juist dat, dat klopt natuurlijk wat je zegt. Alleen denk ik wel dat door meer, hè, dus dat is die effort, door meer bijvoorbeeld bronnen aan te roepen of door dingen toe te voegen of een model nog beter te maken, ja, ben je in staat uiteindelijk om die onzekerheid terug te brengen. Dus dan is het alsnog goed om van tevoren wel na te denken. Wat zijn dan die risico's? Hoe nauwkeurig wil ik het hebben? Voordat je er helemaal op los gaat, zeg maar. En daar niet van tevoren over na heb gedacht. En dat is ook het grote voordeel van, dat zoals Jonathan zo laten zien ook. Omwille van de tijd ga ik ook door, hoor. Maar ook nog één vraag. Ja. Een opmerking van Paul. Hallo, ik wil even de laatste twee sprekers ook nog benadrukken inderdaad. Je weet niet wat je onzekerheid is totdat je daar aankomt. Dus eigenlijk is het belangrijkste gedeelte is om een beetje een traject in te schatten. Waarin je dan kan afstrepen wat er in ieder geval niet gaat gebeuren zodra je bij bepaalde punten in de tijd aankomt. Dus om vooraf te vragen van ja, hoe zeker moet je zijn? Is een vraag die je niet kan beantwoorden totdat je op bepaalde punten aankomt waarin je kan wegstrepen wat de onzekerheden waren. Dus eigenlijk wil je zoveel mogelijk inderdaad die onzekerheden in beeld hebben, zodat je dan over die 10 jaar waar je dan bij elk punt aankomt, wil je dan kunnen afstrepen als iets uitvalt. Als er een scenario is die er zo en zo niet meer gaat gebeuren. Dus het is een beetje zeg maar, de andere kant op. Je kan niet voorspellen wat je onzekerheid gaat zijn, maar je kan wel invullen wat er allemaal weg gaat vallen. Ja, dankjewel. Was er nog iemand? Dat was het. Dan ga ik ook door. Nee, wat ik nog wilde zeggen is van dat is op zich wel het mooie van data science machine learning. Is dat je met dat soort modellen vrij goed in staat bent om je onzekerheid zeg maar weer te geven. Dat zullen we jullie in meenemen. Omwille van de tijd sla ik de volgende even over. En dan gaan we naar het inhoudelijke stuk. En dan zal Jonathan jullie doorheen praten. Ja, dankjewel. Goedemorgen iedereen. Zoals mensen zeggen, ik ga wat vertellen over wat we nou daadwerkelijk hebben gedaan. Of wat ik voornamelijk dan heb gedaan. Dus om te beginnen met het overkoepelende idee. Het idee is dat we per zuiveringskring eigenlijk een hele hoop verschillende getallen hebben, verschillende features, zoals ik dat zou noemen, die dat gebied beschrijven.
Dus ik heb hier ter illustratie een voorbeeld. Dit zijn niet echte getallen neergezet. Dat we hebben natuurlijk inwoners per gebied. Maar we hebben ook andere eigenschappen zoals oppervlakte, hoeveelheid woningen. En dat zijn er in totaal wel 36. Die hebben we van het CBS gekregen. Dat is een nieuwe verwerking van de CBS-data. Niet op basis van gemeentegebieden, maar dus zuiveringskringen. En het grote idee van het project is, kunnen wij die 36 eigenschappen gebruiken om het afvalwater te voorspellen op een gebied? En zo dus erachter te komen, hoeveel invloed hebben al die verschillende waarden? Is de manier waarop we het nu doen gegrond op de daadwerkelijke resultaten? Zijn er andere eigenschappen die veel toevoegen? Of is het zelfs mogelijk dat we misschien met minder wegkomen in het geval dat we een prognose willen doen? Nou, nu, ik zou zeggen klein, maar is misschien een beetje complex. Een kaart die laat zien hoe die data precies verwerkt is. Zoals ik zei, beginnen we met de CBS-data. Die hebben we aangeleverd gekregen. Dat wordt omgevormd naar Python, dat wordt ingevuld. Natuurlijk hebben we hier en daar wat missende waarden. En dan uiteindelijk hebben we die, zoals ik al noemde, features. Dus dit zijn al die gebiedsbeschrijvende eigenschappen. Daarnaast hebben we natuurlijk de waarden voor de zuiveringen zelf. Die komen uit Z-info. Die worden daar opgehaald en die worden geageerd op jaarbasis. Want we hebben het hier in dit project over getallen op jaarbasis. Daarnaast hebben we ook nog weer informatie toegevoegd. Namelijk, zoals jullie wel zullen weten, is het belangrijk om bij te houden welke dagen wel en niet droog waren. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke invloed op hoeveel water er binnenkomt. En ja, je wil daarvoor controleren. Dus dat is uit de WWB gehaald en toegevoegd aan de Z-info-data om daarop te kunnen zeggen. En zo krijgen we eigenlijk onze totaal, wat ik zou noemen, dataset om onze analyse op te doen. Zie hier nog even een overzicht ervan. Ja, we hebben dus die 36 beschrijvende eigenschappen. En dan hebben we van al die gebieden ongeveer 220. Dus jullie zullen weten dat er iets meer zuiveringen dan dat zijn. Maar er waren een aantal waar te veel data miste. Of daar het CBS, waar er mismatches waren tussen Z-info en CBS. Dat zijn dingen die natuurlijk altijd verbeterd kunnen. Dat zal ik wel vaker zeggen tijdens deze presentatie. Er zijn altijd vervolgstappen om uit te voeren. Maar dit is een redelijk beginpunt. Het is genoeg om in ieder geval wat conclusies te kunnen trekken. Je ziet, er zijn wel een aantal missende waarden. Maar dat zijn ook vooral missende waarden voor een paar eigenschappen die dus dan minder belangrijk zijn. Oké, kort een eerste analyse. ik ga een hoop grafieken laten zien en ik ga proberen jullie er doorheen te loodsen. Dus wat zien we hier? Wat staat er gemiddeld dag DWA gedeeld door de bevolking? Dus als we een beetje inzoomen hierop. Ik ben blij nu dat ik deze inzoompointer heb. Dat is wel heel handig. We zien hier alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. En het is misschien nu niet heel belangrijk dat we echt erop ingaan welke dat specifiek zijn. Maar wat het belangrijke hieraan is dat we zien dat over het algemeen een redelijke consistente schaal is van hoeveel dus elke inwoner gebruikt. Want we zien een vrij grote, lange, redelijk vlakke lijn. Sommige gebieden lijken de mensen iets meer te gebruiken en sommige iets minder. En dan zijn we een paar uitschieters aan het einde. Namelijk deze hier, wat zijn dit? Westen Schaal. Ja. En hier Zuidhoorn 2 en Bennekom. Nou ja, voor degenen die misschien bekend zullen zijn met die zuiveringen, misschien kunnen ze verklaren waarom het precies is. Ik heb er wel eens met mensen over gepraat, maar iedereen mag hier zijn eigen resultaten en conclusies uittrekken. In ieder geval kunnen we dus zien dat voor het meeste, grootste gedeelte, dit redelijk consistent is. Dan hebben we ingezoomd. Dit gaat over de positieve jaarverschillen. Dus wat ik hier heb gedaan is
we hebben van 4 jaar data gekeken, oké, van jaar tot jaar, hoeveel verschillen de jaren van elkaar? En dan heb ik dat allemaal bij elkaar gegooid en gekeken, wat zijn de specifieke zuiveringen waar dan in 1 jaar de grootste verandering is geweest? We hebben hier een vraag van Bert Posma. Ja, een beetje scherpslijperij misschien, maar pas op met je woorden. Want je zegt, hier wordt dus kennelijk per persoon iets meer water gebruikt. Nee, er komt meer water op de RWCD aan. En waar het vandaan komt, weet je niet. Zeker, dat is waar. Dat is waar. Maar het is natuurlijk, ja, omdat de data gedeeld is door de persoon, kun je het zo interpreteren. Maar dat is, zoals je gelijk hebt, niet een goede interpretatie. Misschien zullen jullie merken, ik zit hier in een groep vol experts op een gebied waar ik zelf in principe niet een expert ben. Ik ben een data scientist, niet een rioolzuiveringsexpert. Dus verbeter me als ik iets gek zeg. En dan kunnen we hopelijk samen met de data eruit komen wat er nou eigenlijk de bedoeling was en wat nou eigenlijk de interpretatie is. Om door te gaan met mijn verhaal. We hebben het hier dus over de jaarverschillen. En dat is in percentages. Dus hier, we gaan tot 50. En dan zien we dat er bijvoorbeeld in... Hey, hier hebben we Dongemond van 2019 op 2020. Toename van 50% wel is in hoeveel er binnenkomt. En natuurlijk, als je dit laat zien aan de mensen die werken op die installaties, zullen ze vast weten waarom dat precies is. ik zie hier ook wel mensen nee schudden. Maar ik neem aan dat er in een geval van zo'n grote toename misschien een groot constructieproject is geweest of een andere grote verandering in het gebied. Maar in ieder geval is het mooi dat we zo'n overzicht kunnen hebben van wat er wel niet allemaal is gebeurd en wat zijn de algemene trends als het gaat om al die verschillende installaties die misschien individueel wel redelijk weten wat er gebeurt, maar niet waar mensen misschien niet op een landelijk niveau naar hebben gekeken en ze allemaal naast elkaar hebben gelegd. En ja, als vervolg op die volgende pot, dit is eigenlijk die pot, maar dan uitgezoomd op alles. En dit vind ik wel een mooie pot, want om uit te leggen wat we hier zien. Hier zien we diezelfde verschillen van jaar tot jaar. Dus hoeveel procent toename, hoeveel procent afname is er op elke installatie van jaar tot jaar. En we zien eigenlijk een best wel mooie klassieke normaalverdeling hier. Dat betekent de meeste... De gemiddeldes nemen een beetje toe. Dat is deze streep in het midden van de barplot. En dan zijn er wat uitschieters en zo een aantal het meeste wat in het midden ligt. En op het algemeen kunnen we zeggen dat we elk jaar een klein beetje groei hebben op elke zuivering. Dus ja, misschien is het verwacht opnieuw. Dat laat ik aan jullie over om verder te interpreteren. Maar we zien dus constante lichte percentuele toename. En in sommige zelfs een veel grotere. En in een aantal andere ook een afname. We zien van alles wat verschijnen als we die data bekijken. Nou, hier komen we eigenlijk op het een van de belangrijke onderdelen van het project. En dat is dus hoe voorspelbaar is nou dat jaardebiet? En dan heb ik het zowel over het droogweer als over het totaaldebiet. En voor mij, ja, mijn eigen gezicht staat ervoor, maar daar rechts is denk ik het DWA. Ja. En links hebben we dan, op de x-as hebben we dan het aantal inwoners. Nou, hoe prognoses natuurlijk nu worden gedaan is op basis van de inwoners. En wat ik heb meegemaakt is dat verschillende waterschappen dat op verschillende manieren van complexiteit doen. Bij sommige plekken wordt er meer gekeken eigenlijk direct naar het aantal inwoners. En bij anderen wordt er meer gemodelleerd voor andere factoren die daarbij worden toegevoegd. Maar in dit geval gaat het dus alleen om hoe goed werken die inwonertallen nou. En we zien natuurlijk dat er een behoorlijk directe correlatie is, zoals we wel zouden verwachten. Ik bedoel, het is een vrij duidelijke lijn van linksonder naar rechtsboven. En dan... Daaromheen zien we dus elke punt is een zuivering. Nou, wat is de waarde die MAPE die daarboven staat, is de mean absolute percentage error. Dus eerder vroegen we al af hoe goed is het precies die prognose alleen op basis van inwoners. Nou, ongeveer 30% afwijking gemiddeld zit erin als we het over het jaardebiet doen. En 20 als we het over het droogweer hebben. Dat is natuurlijk wat we verwachten, dat het droogweer het wel wat beter doet.
Maar ja, we komen dus op een 20%. Dat betekent dat er natuurlijk een aantal uitschieters tussen zitten. Maar we zien ook dat het wel meevalt en dat die algemene trends best te vergelijken. Dus als ik zou zeggen 20%, denk ik dat we daar wel van uit kunnen gaan dat de meeste ook echt rond die 20% liggen. En dat we niet te maken hebben met een aantal die perfecte voorspellen zijn en een aantal die enorme uitschieters zijn. Het is echt over het algemeen 20. Vervolgens gaan we door op het volgende punt. Ik zei al, we gaan kijken wat zijn die andere voorspellende, die andere eigenschappen van het gebied. Kunnen we die gebruiken? Kunnen we daar meer uit halen om ja, daarop te verbeteren dat die 20 en die 30 die we net zagen? Hoe heb ik dat gedaan? Nou, zoals ik al zei, we hebben die getallen, die dataset. Dat is eigenlijk hier links wat ik hem aan het begin liet zien. En dat is gewoon die grote rij van al die zuiveringen. Die worden vervolgens gebruikt om een model te trainen. In dit geval is dat een random forest regressor. Voor degenen die dat mogelijk willen weten. Verschillende modellen zijn wel geprobeerd. En dat model gebruiken we dan weer om die voorspelling te doen. Dat is opgesplitst in een training- en testfase. Maar daar ga ik later op heen. Maar het idee is om een model te maken wat mogelijk ook dus kan worden gebruikt dan voor prognoses in de toekomst. Als we geprognoseerde waarden hebben voor die kerngetallen. Dus stel dat wij weten of we een prognose hebben voor hoeveel mensen gaan er in een gebied zijn in de toekomst. Of dat we zelfs meer kernwaardes dan dat hebben. Kunnen we die dan opnieuw het model gooien om dan een prognose te krijgen van hoeveel afvalwater er in dat gebied zou komen. Dus eigenlijk, we modelleren gebieden, zodat we dan ook hypothetische scenario's zouden kunnen doorrekenen. Wat we hier zien is een resultaat van die training. Dus ja, wat zien we hier precies? Nou, bij het trainen van zo'n model gebruik je een gedeelte van de data om het model op te trainen en een gedeelte om op te valideren dat wat je hebt gedaan correct is en dat je op nieuwe data dat ook zou kunnen doen. En omdat we te maken hebben met vrij kleine hoeveelheid data voor data science doen, 200 voorbeelden is niet zoveel, heb ik dat een hele hoop keer uitgevoerd met verschillende splits, dus verschillende data waar wel naar wordt gekeken, verschillende waar niet naar wordt gekeken. En dit zijn eigenlijk al die verschillende, wat je noemt, trainingsruns, dus die verschillende experimenten waarin je dat doet. En we zien dat er gemiddeld, ja, ook weer ongeveer die 20% uitkomt. Dus we hebben nog niet een geweldige verbetering op gemaakt. Misschien iets hoger dan daarvoor. Maar in ieder geval weten we dat die resultaten betrouwbaar zijn. Dit is eigenlijk wat ik net al heb uitgelegd. Misschien is het beter als ik nu even langs ga. Nog meer technische details over hoe dat gebeurt. Ja, dit is wat ik net... Oh ja, nee. Ik weet wat ik zal zeggen. We kunnen een model trainen op alle eigenschappen, zoals ik net zei. Dus je gebruikt al die 36 eigenschappen bij elkaar om één voorspelling te doen. Of je kan elk van die eigenschappen individueel bekijken. Kijken hoe goed is alleen de hoeveelheid woningen of is alleen de hoeveelheid bedrijven in het gebied. Of weet je, je kan alles eigenlijk apart er doorheen laten gaan en kijken, nou, hoe goed doen die het? En dat is wat we hier zien. Dus opnieuw zal ik inzoomen om het duidelijk te krijgen. Opnieuw staat mijn gezicht ook jammer genoeg voor de topresultaten. Ik weet niet of we dat kunnen veranderen, maar anders dan zal ik het maar moeten vertellen. Er wordt gekeken. Oké, nou goed, dan ga ik door. Ik heb een tweede scherm gekregen. Ik hoop dat de mensen die meekijken wel dat scherm volledig kunnen zien. Volgens mij wel. Als we kijken naar wat er op deze lijst staat, dan zien we al iets wel grappigs. En dat is dat bovenaan, en dit is dus een plot van hoe voorspellend al die verschillende eigenschappen, al die 36 features waren voor het voorspellen van het afvalwater.
En bovenaan zien we niet de hoeveelheid inwoners, maar het woonoppervlak. En dat is wel grappig dat het dus net iets beter lijkt te werken, gemiddeld. En ook een aantal anderen, die komen daar vrij hoog aan. En dan zien we op de derde plek inwoners dan. Nou, is het niet een gigantisch verschil wat we zien. En we zien ook dat er een stuk meer onzekerheid, dat is de zwarte streep die doorheen gaat rond woonfunctie. Dat wil zeggen dat er zijn een aantal experimenten geweest waarin hij het heel goed deed en een aantal waarin het minder goed deed. Dus we kunnen ook zien dat er een verschil zit tussen dus die verschillende gebieden, waar voor sommigen het woonoppervlak heel voorspellend was en anderen het juist niet zo voorspelbaar was. Maar gemiddeld dus was het waarschijnlijk voor sommigen zo goed dat het toch bovenaan is komen te staan. En dan als we verder de lijst afgaan, dan is het wel redelijk wat we zien. We zien winkels, onderwijs, objecten, industrie, kantoor. En ik denk dat een aantal van jullie nu ook al misschien denken, nou ja, dat is al vrij algemeen als we het bijvoorbeeld hebben over kantoren of bedrijven. Er zijn vrij veel verschillende type bedrijven en dat is ook meteen iets wat ik later wel bespreek, want dat is natuurlijk een groot verschil waar je het precies over hebt. En dan nog een ander. Ik zei al net dat we natuurlijk op al die individuele features modellen kunnen trainen, maar ook op alles samen. En de vraag aan het begin was natuurlijk, is het voorspellend als we alles gebruiken in plaats van alleen die inwoners? Hoeveel verbetering krijgen we? Is er iets wat we missen? Alleen op basis van inwoners. Nou, niet zoveel, maar wel wat. Dus wat we hier zien helemaal bovenaan is het model wat met alles is getraind. En meteen daaronder zien we wat we al voor op de vorige slide zagen, dat het woonfunctie en inwoners verder het meest voorspellend zijn. En we zien een kleine verbetering als ook overige waardes worden meegenomen. Niet heel veel. Dus eigenlijk een van de conclusies die we wel kunnen trekken is dat inwoners inderdaad best wel goed werkt. Maar misschien dat we naar aantal woningen of oppervlakte woningen in plaats daarvan moeten kijken. Alhoewel we niet een hele grote, niet heel veel missen. Dan nu wat conclusies over dit hele verhaal. Want ik heb jullie hier wat laten zien. Er zijn wat meer analyses gedaan en er zijn ook nog veel meer analyses mogelijk. Dus daar wou ik nog eigenlijk wat over afslagen. Zoals ik net al zei, inwoners zijn vaak de stabielste of woonfunctie voor het voorspellen van het totaal DWA. We zitten daar zo ongeveer 20% naast. En daarmee moet ik zeggen dat het gaat over dus 20% op het voorspellen van het eigen jaar. Dus als je de getallen hebt van dit jaar, maar je hebt nog niet gemeten hoeveel afvalwater er daadwerkelijk binnenkomt op een zuivering. Nou, door alleen die getallen kunnen we met ongeveer 20% onzekerheid voorspellen wat er precies gaat zijn. Andere eigenschappen zijn in dit geval niet zo relevant. Als we dat allemaal bij elkaar gooien, dat is natuurlijk een hele bak en een hele hoop extra moeite bovenop alleen die inwoners, dan wordt het iets beter, maar niet heel veel. Maar er zit wel de mogelijkheid dat als we die eigenschappen specifieker maken, dus bijvoorbeeld dat we het verder kunnen opsplokken, splitsen naar niet alleen bedrijven, maar dat we ook kunnen weten hoeveel agrarische bedrijven zitten daartussen. En al dit soort best wel belangrijke verschillen tussen die nog binnen in die categorieën zitten, dan kunnen we misschien wel die verbeteringen zien. Daarnaast, een ander onderwerp waar we al vaak over hebben gesproken, is dat de zuiveringsschieningen, zoals nu beschreven, zijn vrij groot. En zodoende zullen ze redelijk veel op elkaar lijken als het gaat om wat er in elk gebied zit, omdat ze gewoon vrij groot zijn. Dus ze zullen allemaal wel wat van alles bevatten natuurlijk. Nog steeds met verschillen. Maar stel dat we nou naar een nog kleiner gebied zouden kunnen gaan. Dus in plaats van de volledige zuiveringskringen kunnen we doorgaan naar De bemalingsgebieden. Inderdaad, ik ben er ook even uit. Ja, dan kan je voorstellen dat we natuurlijk op zijn huis komen waar er één gebied is waar misschien bijna niemand woont.
Of waar juist alleen heel veel bedrijven zijn gevestigd die heel veel water gebruiken. Oh ja, we zijn er weer. Dat zou in ieder geval een heel mooi vervolgonderzoek zijn. Iets wat ik denk dat heel interessant is. Hopelijk hebben jullie een beetje een idee gekregen van ja, hoe je dus wel met dit soort technieken meer inzicht kan krijgen in wat er in zo'n prognose kan gaan of waar dat op gebaseerd kan zijn. Natuurlijk zijn veel van deze conclusies al bekend, want de prognoses nu worden gedaan op eigenlijk het aantal inwoners. De PE is gebaseerd op het landelijk gemiddelde daarvan. Maar er is zeker nog meer te halen, denk ik. En zeker als we gaan naar nog kleine gebieden of mogelijke andere features. En de hoop is natuurlijk dat we uiteindelijk kunnen komen op een eigenlijk minimale set. Dat we niet 36, maar misschien 3 andere eigenschappen kunnen gebruiken. Daar prognoses van zouden kunnen hebben. Kunnen zien wat gebeurt er als we weten dat er zoveel woningen of zoveel bedrijven in een gebied bijkomen. Kunnen we dan nog nauwkeuriger voorspellen hoeveel afvalwater daar dan binnenkomt. Nee, dat is eigenlijk wat ik net heb gezegd. Nou goed, dan denk ik dat we over kunnen gaan naar welke mogelijkheden zien jullie? Zijn er nog andere opmerkingen, vragen? Zijn er dingen die ik nog verder moet uitleggen, verduidelijken? Want het is natuurlijk een behoorlijk praatje, een hoopje plots die ik allemaal heb laten zien. Dus ik kan me voorstellen dat mensen misschien nog wat nadere toelichtingen willen hebben. Super, dankjewel. Dank jullie wel voor deze kijk in de keuken. Ik zie een hele andere manier van prognoses maken dan dat we dat normaal doen. En eigenlijk in deze pilot al met een resultaat met een onzekerheid van 20%. Als leek, zeg ik dan, dat is wel een quick win. Jullie daagden ons uit met waar zien we dat? Hoe interpreteren jullie deze resultaten? Ja, ik daag jullie vooral uit om boven die 20% te komen. Nee, ja. Nogmaals, ja, ik denk dat het best vrij goed is, vrij aardig is. En wat ik ook heel mooi vind, dan zouden we die er even weer bij moeten pakken misschien. Even kijken hoor. Gaan we even. Want je kan namelijk, als je deze plot ziet, deze figuur ziet, je kan per zuiveringskring of per zuivering kan je ook zien hoe goed die performt, zeg maar, op basis van die inwoners. Dus alleen op basis hiervan kan je al ook een hele goede aanname doen van oké, als ik puur op basis van die inwoners mijn afvalwaterdebiet ga voorspellen, zit ik dan vrij goed? Zit ik er hoogstwaarschijnlijk onder of zit ik er hoogstwaarschijnlijk boven? Dus dat soort conclusies kun je gerust uit trekken. Zeker als we over meerdere jaren deze data gaan hebben. Dan zie je ook nog per jaar, zeg maar, of dat redelijk gelijk blijft of dat heel erg gaat verschuiven, wat ik niet verwacht. Ik begon natuurlijk met het hele verhaal over die mooie matrix. Dan zit deze voor mij zit wel in die quick win. Omdat Jonathan heeft er wel behoorlijk wat tijd aan besteed. Dat moet gezegd worden. Maar in principe is het gewoon nu heel goed te repeteren. En ligt dit er. En is het een kwestie van die data erin kloppen. En kun je dit soort analyses doen. En het mooie is natuurlijk dat we van CBS die prognoses krijgen. Dus kijk, als er betere alternatieven zijn, dan is dat natuurlijk altijd goed. Maar ik denk dat het op zich vrij aardig is. Bert Postma. Dank, leuk. En heel, ik moet heel erg op mijn handen gaan zitten om niet dan de fysieke verklaringen erbij te proberen te halen. De grondslag zou ik erbij willen halen, maar even niet. Jullie hebben jaargemiddelden bekeken. En
Het zou het ook niet spannend zijn om dan met alleen de best verklarende variabelen, nu hoef je niet alles te gebruiken, ook naar uren of dagen te kijken. Want uiteindelijk de gemaalcapaciteit, de transportcapaciteit of verzuiveringscapaciteit maak je niet op een jaargemiddelde. En ga je dan heel ver van die 20% afzitten? Dat zou een leuke exercitie zijn, spannende exercitie zijn. En zou je op het gevaar af dat de dataset te klein wordt, de pieken eruit kunnen halen en die pieken apart kunnen... Waar komt dat nou door? Heb ik onvoldoende verklarende variabelen? Of zou je daar apart naar kunnen kijken? Ja, er is natuurlijk heel erg veel mogelijk. We hebben nu natuurlijk op jaarbasis gegaan, omdat dat is gewoon de data die we hebben. En als we het hebben over uurbasis, dan hebben we denk ik het meer over het modelleren van één installatie zelf. Dus ik heb wel eens dat gedaan. Ooit heb ik vergelijkbare dingen gedaan waar we de neerslag meenamen en de historische waarde van een zuivering om dan te voorspellen, ja, wat komt er binnen op elk uur. Dat was toen om riool en water te voorspellen. Dat werkt best redelijk, want ja, je kan gewoon de normale piek voorspellen en je kan zien hoeveel, ja, wat de voorspelling zou moeten zijn. Oké, ik zal het kort uitleggen. Stel dat we alle dagen nemen waar het tot droog op is en we trainen een model op al die dagen die droog is. Dus we weten hoe droge dagen werken. Als we dan die voorspelling maken en dat vergelijken met wat er daadwerkelijk binnenkomt, en als er dan heel veel meer komt, ja, dan weten we dat dat waarschijnlijk van regen of riool vreemd is. Zeker als we bijvoorbeeld al neerslag meenemen op dat model, wat we destijds hadden gedaan, dan is het dus, je weet dat het niet neerslag is, want het model kan met neerslag omgaan. Dus je weet niet waar dan vandaan komt. Dus zo heb je een mooie manier om rioolvreemd water te voorspellen. Maar het punt is dat je dan op zuiveringsbasis zit. Dat je eigenlijk één model voor die installatie hebt, in plaats van één model wat een gemiddelde van alle installaties doet. Maar ja, je kan daar natuurlijk meer en meer, ja, kleine variaties en andere experimenten op doen. Melle zei al eerder, het is ook mooi om te kunnen vergelijken hoe natuurlijk al die installaties zich tot elkaar verhouden. Als in welke zijn typisch, welke zijn heel atypisch. Als je die dagen of weken of in ieder geval de tijdschaal gaat knijpen, krijg je dan veel meer variatie of blijft dat binnen die 20%? Ja, dat zou ik. Ik denk dat als je op uurbasis, op minuutbasis gaat voorspellen wat er uiteens van zuivering komt, dat je het best wel accuraat kan doen. Want je hebt heel veel data daarvoor. Kijk, zodra we hebben het hier over een jaar, dus we hebben gewoon één sample per ding. En onze hele dataset is maar 220 samples. Maar als we op een zuivering zitten en naar die hele historie daarvan kijken, ja, dan hebben we het al snel over. Ik bedoel, als we op 5 minuten of 30 minuten basis zijn, kan je voorstellen hoe snel dat toeneemt. Dus daar kan je behoorlijke nauwkeurige modellen optrainen. Heel goed. En nog even, in de chat staan ook nog een aantal vragen. Kees Broks. Ja, François die vraagt of ook naar gekeken is naar het drinkwatergebruik per postcodegebied als parameter. En hij merkt ook op van dat je het zou kunnen aanvullen nog met informatie over grondwateronttrekkingen en grondwaterstanden. Ja, ding is, en zo hebben we hem nu wel ingestoken, is dat we echt wel vooral naar kenmerken hebben gekeken waar ook een prognose van is. Zodat je hem ook echt als prognosetool in kan zetten eventueel. Dus je kan er natuurlijk allerlei kenmerken in gaan stoppen en dan wordt je model waarschijnlijk heel goed, maar daar heb je dan geen prognosegetallen van, waardoor je hem niet voor dat doeleinde kan gebruiken. Drinkwater hebben we wel naar gekeken, maar dat bleek verrassend genoeg niet heel veel toe te voegen qua voorspellende waarde. Het is misschien wel goed om te zeggen dat we nu nieuwe getallen hebben gekregen van het CBS. Van Nederland dekkend, huishoudens, drinkwaterverbruik. Die we nog niet hebben meegenomen. Dus dat zouden we nog kunnen doen.
Nou, Simone van Holst die vraagt ook daarover of die kengetallen van het CBS per zuivering al beschikbaar zijn voor ons. Bijna was het antwoord. Gaan we op de site van de CBS. Hier in de zaal heb ik nog 3 vragen. Dat trick me. Waarom was die drinkwaterverbruik? Waarom heb je daar een gedachte bij waarom dat niet klopt? Niet bruikbaar was? Het is niet dat het niet bruikbaar is. Het is dat het op jaarbasis gewoon niet echt beter lijkt te presteren. Ja, waarom is inderdaad een... Je zou denken dat het er direct aan correleert. Maar blijkbaar correleren inwoners sterk genoeg. Ja, Inge? Ik denk dat een groot deel van die afwijking ook komt omdat als je kijkt naar het drinkwaterverbruik van bedrijven, die nemen ook vaak vanuit hun eigen bronnen water in. En ik denk dat daar een mismatch zit. Heel goed, de verklaring is nog even zoek, maar we gaan door naar volgens mij Fred. Ja, Fred Takker, je had ook nog een vraag. Ja, ik zag wel voor de kansen. Er werden rioleringsgebieden genoemd. Ik denk dat met name in eerste instantie de rioolgemalen een mooi onderwerp kan kunnen zijn. Omdat we daar natuurlijk ook prognoses voor maken. En daar ook de data voor beschikbaar is. Daarnaast denk ik, is er misschien een kans om de bedrijfslozingen vanuit informatie vanuit de belastingkantoren misschien toe te voegen. Dat dat een onderwerp is. Waarin je misschien de... Ja, ik denk dat die wel van invloed zouden kunnen zijn op deze waardes. Maar ik ben heel benieuwd. Dus. Ja, ik kan me voorstellen dat het zeker van toevoeging is als we die al hebben. De vraag is altijd of we het consistent hebben natuurlijk. Want ja, als we een mooie lijst met lozingen hebben, hebben we die voor al die 220 zuiveringsinstallaties nu. Als we die set nog moeten bekijken, als we het hele probleem anders opstellen, dan is het misschien wel bruikbaar. Maar bijvoorbeeld in de manier van zoals we het nu hebben gedaan, zouden we dus voor al die installaties dat moeten hebben. En anders dan komen we op een heel kleine dataset. En misschien ook even als toevoeging op de grondwatergegevens. Misschien is een seizoensinvloeden, dus dat een onderwerpje kan zijn hierin. Heel goed. Ik wil eigenlijk kijken, want hier gaan we vast op door. Er zit veel potentie in deze methode, maar we hebben ook een webinar eindtijd afgesproken. Daar gaan we nu, die gaan we nu bereiken. Dus ik kijk even rond of er nog een urgente opmerking, suggestie of vraag is die echt hier het podium moet hebben. Rien de Ridder. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vroeg me wel af, als ik het goed begrijp, bekijken jullie alle data van alles bij elkaar. In hoeverre, en dan kom je tot die 20%. In hoeverre is de omvang van de data niet eigenlijk gemiddeld dan uiteindelijk niet helemaal de goede? Dus hoeveel variatie zit er in die 20% als je naar alle zuiveringen kijkt? Want jullie lieten dat plaatje zien. Je hebt zuiveringen die heel weinig en heel hoog zitten. En hoe varieert dan die 20%? Dat vind ik wel een interessante. Ja, volgens mij noemde ik het ook al kort in de presentatie zelf. Die 20%. Is wel voor de meeste zuiveringen van toepassing. We hebben niet een situatie waar er veel uitschieters en veel heel goed voorspelbare zitten. Dus ik denk dat in dit geval het gemiddelde ook hetzelfde is als de mediaan ongeveer. Als in dat de meeste op die 20 liggen en dat er dan een aantal zitten die daar uitspringen. Maar ja, dat is zeker nog iets waar je nog een paar extra plots zou kunnen maken om dat duidelijk te maken hoe dat precies zit natuurlijk. Er zijn in dit soort projecten eindeloos veel van dit soort andere factoren inderdaad waar je rekening mee moet houden als je die data presenteert. Dus daar heb je zeker gelijk in. Wat ik weet van het project, in ieder geval kan ik zeggen dat die 20% voor de meeste zuiveringen representatief is. En dat er een aantal tientallen uitschieters zijn, denk ik. Dankjewel. Dankjewel Jonathan en Melle. Voor jullie dadelijk ook een presentje. Bedankt voor je inzet en het delen van jullie kennis. Volgens mij, data science heeft potentie. In ieder geval niet om zomaar aan voorbij te gaan. Want het brengt ons op een hele andere inzichten. Misschien wel de quick win hierop. Dit was het tweede webinar deze ochtend, 7 december 2020, over het programma afvalwaterprognoses. Wij gaan zo een korte break doen en over 10 minuten ongeveer door met onzekerheid van prognoses. Dat hebben we al een paar keer gehoord. Inge van der Velde neemt ons daarin mee.
Maar voordat we daarheen gaan, maak ik jullie nog even attent op de inschrijfmogelijkheid voor het volgende fysieke event. We zijn op 25 januari volgend jaar, na alle kerstborrels, welkom bij Waternet in Amsterdam om te spreken over Damo AWK, de geoserver, zuiveringseenheden, standaarden, Z-info. Eigenlijk gaan we de diepte in vanuit de afvalwaterprognoses naar de IT-kant. Dus ga, zou ik zeggen, direct even in deze pauze naar stoa.nl, de agenda. En daar zien jullie op 25 januari het inschrijfformulier. We hopen jullie allemaal dan te zien, want dan ontmoeten we elkaar weer live en kunnen we doorpraten over wat het hier brengt. Het leuke is, neem dan ook je onverwachte collega's mee van de IT, de gishoek, de datamensen, die misschien niet direct hier aan werken. Jullie hebben van Jonathan gehoord, hey, je hoeft geen afvalwaterexpert te zijn om hier een goede bijdrage aan te leveren. En dat helpt misschien ook jouw collega over de streep om hier naar toe te gaan. Dank voor nu. Wij gaan even pauzeren.